Dames en heren, kinderen en jongeren. De regels zijn eenvoudig. De zogenaamde daverende Daryl en ik, Irving de Illusionist, gaan wonderen van magie laten zien ter uw vermaak. En wel tot één van ons faalt of het leven laat. Daryl, je kunt nu nog terug. Denk goed na. Molly, ik weiger afstand te doen van het beste idee dat ik ooit heb gehad. Ja, en omdat ik erbij ben om hem te helpen, kan hij nooit verliezen, dus we gaan... Dit had je kunnen verwachten. Ik zei toch dat ik alleen gehaald wil worden als er een noodgeval is. Als ik de woorden betovering en kabinet hoor, ontplof ik. Spreuken. De kast is volledig gevuld en kan elk moment uit elkaar barsten. Nee, wat moet ik doen, Molly? Geef het op. Zonder Scratch ben ik echt nergens. Zat eraan te komen, hè? Ik had niet zo moeten bluffen, dit. Ja, wij McGee zijn van het bluffen. Dat is genetisch bepaald. Nu zal mijn briljante onderneming in 1000 onherstelbare stukken uiteenvallen. Oké. Nu heb ik ineens bijna een beetje met je te doen. Nee, niet zo met die zielige oogjes, Daryl. Niet zo. Nooit gedacht dat ik dit zou doen. Oh, even, kun jij goochelen? Je moet je vijanden kennen. Zo overwinnen we. Dit is een goochelcompetitie. Wow, ze laten dingen zweven, ongekend. Een witte duif, dat is traditie. Wow, ja, alle trucs zijn top, ze hebben echt talent. Die show voor veel gaat maar door. Ze halen muntjes uit je oor, ze zijn echt nergens bang voor. Het is magisch, je twijfels verdwijnen en bloemen verschijnen. Ze halen een knoop uit de knoop, het is magisch. En, was dit uw kaart? Het is een goochelcompetitie.